Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft vandaag een eendaagse cursus over de introductie van offshore olie- en gasindustrie gehouden. De cursus wordt samen met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en de organisatie One Basin, Three Nations OBTN. De training is ontworpen om de introductie van nieuwkomers in de industrie te ondersteunen en ze de gelegenheid te bieden de wereld van de olie- en gasindustrie te verkennen. Dat geeft Arvi Beinaar aan, co-founder of medeoprichter van OBTN. Je laat je kennis maken met de offshore olie- en gasindustrie in hele simpele stappen, waar het natuurlijk praat je over exploratie. Als je vanuit exploratie wat gevonden hebt, ga je naar development. En van development ga je naar productie. En als je stopt met productie, dan heb je natuurlijk abandonment. En natuurlijk bij exploratie heb je twee delen, seismiek en exploratie drilling namelijk, voordat je naar development gaat. Dus dat krijgen ze een overzicht van wat gebeurt er, wat houdt het in. Weet je, ook een heel klein beetje ook natuurlijk ook de supply chain, wat zijn de kansen. Natuurlijk, want daar zijn de ondernemers natuurlijk geïnteresseerd in. Maar ook voor de overheid, overheidsmensen die ook hier aanwezig zijn, om beeld te geven, zodat ze het beter begrijpen, weet je, wat het inhoudt. Beinaar zegt verder dat het belangrijk is om als land of bedrijf te weten wat er te doen is in deze sector. Dit is de reden waarom zij door het ministerie van HINT benaderd zijn, om deze cursus te verzorgen. Weten en je wilt van, hey, wat moet ik doen om mezelf klaar te stomen mocht er olie wordt gevonden. Of zelfs nu eigenlijk al, wordt nu eigenlijk al geld verdiend, maar de kansen zijn natuurlijk heel klein. Ze noemen het een small footprint in het begin als het gaat over exploratie. Maar het is om je voor te bereiden op wat later kan komen. Maar natuurlijk, ik zeg altijd manage expectations. We hebben hier voor de kust nog niks gevonden. Hopelijk dit jaar wel. We zullen het zien. Maar nogmaals, er zullen ook kansen liggen in Guyana, waar ze al 5,5 miljard barrels gevonden hebben. Dus het is altijd goed om jezelf goed voor te bereiden. Natuurlijk ook om te kijken van hoe kunnen we ook als OBTN zeg maar met handelsmissies naar Guyana gaan voor Surinaamse bedrijven. Ook met name voor de small, medium enterprises. Arvi Beinaar, co-founder van One Basin, Three Nations. Hij sprak vanmorgen tijdens de eendaagse cursus Introduction to the Offshore Oil and Gas Industry. De cursus is gehouden op het KKF-beursterrein.